scholen in Hoogvliet, Spijkenisse, Vlaardingen, Schiedam, Pernis en Portugal. De Schelpenis Kinderraad. Tijdens onderzoek, dieptelessen en excursies kwamen we heel wat meer te weten over Schelpenis. Zo hebben wij ons verdiept in de werkzaamheden van mensen in Schelpenis. We zijn ondertussen ook experts geworden in veiligheid, personeel, beleid, diversity en inclusion. Diversity, dat maakt je sterker en daar gaat je voor. Alle soorten mensen kunnen hier komen en je wordt welkom gekregen. Het maakt dus niet uit waar je vandaan komt, waar je in gelooft en of je een jongen of een meisje wordt. Als iedereen zijn sterke kanten gebruikt bij het samenwerken, heb je een beter resultaat. Omdat wij dit heel belangrijk vinden, hebben we Shell geadviseerd om meer mensen over deze manier van werken te vertellen. Aan de hand van deze checklist die je ook op school kunt gebruiken, gaan we kijken of Shell ook aan deze eisen voldoet. Zullen we eerst eens even vragen of de directeur dit ook belangrijk vindt? Onder diversity en inclusion versta ik het divers zijn van onze werkplek. Dus heel veel verschillende mensen, mannen, vrouwen, oud, jong, verschillende nationaliteiten, verschillende geloven, alles zo divers mogelijk, zodat je een representatieve afspiegeling hebt van de gemeenschap en dat we tot betere besluitvorming komen. Verschillende ideeën die zorgen dat we beter discussiëren en betere besluiten maken. En dat is goed voor Pernis. 1. Iedereen is welkom. Welkom. Bienvenue. Crash Lama. Pernis Sophia. Ik loop even naar Miguel. Wat is je beroep en hoe lang werk je al bij Shell? Ik heb 5 maanden hier stage gelopen en ik heb gesolliciteerd. En nu werk ik dus 2 maanden bij de Shell. Mijn functie is operator. Waarom is het belangrijk dat je je welkom voelt en hoe heb je dat zelf ervaren? Ik ben een echte teamspeler en als operator moet je dat ook zijn. En sinds ik dus in de ploeg ben binnengekomen, ben ik eigenlijk heel erg goed opgevangen en opgenomen in de ploeg. En dat is voor mij heel erg belangrijk. Ik kan vragen stellen en die krijg ik ook, de antwoorden daarvan. En dat vind ik heel prettig. En daarom kom ik ook heel graag zeg maar naar mijn werk toe. Die vinken we af. 2. Jongens en meisjes samen. Jongens kunnen zich goed richten op 1 ding tegelijk. Meisjes kunnen heel veel dingen tegelijk. Maar als je samenwerkt, ben je pas echt een goed team. Eens kijken hoe dat bij Shell werkt in de controlekamer. Zouden daar ook vrouwen werken? Ja, zeker werken de vrouwen bij Shell en in de controlekamer. En ja, wat doe je als procesoperator? Als procesoperator bedien je de fabriek. En vrouwen, mannen, alles gaat absoluut heel goed samen in de controlekamer. Ik doe dit nu 27 jaar en het gaat fantastisch. We hopen dat er alleen maar meer komen. Check. 3. We komen overal vandaan. Ik ben een achtste Sloveniërs. Ik ben deels Surinaams, Japans, Grieks, Nederlands en Chinees. Zo vertegenwoordigen we veel verschillende soorten culturen. Bij Shell zijn er meer dan 12 culturen. I'm Hazib Anaïssa. I work as a technologist here in Shell Pernis. I arrived in December and I felt very welcome. It's a very diverse and welcoming environment. I am myself French Algerian. I work in a Dutch mainly environment and I speak 3 languages, French, Algerian and English, but I'm learning Dutch as well. Shell, Pernis and Shell in general is a very diverse and inclusive company. They provide facilities for you to basically be yourself. If you need to pray, there will be a prayer room made available to you. That's the diversity side, but also inclusiveness means that I also make an effort to understand my Dutch colleagues and make sure that I'm part of their team. And I think Shell, Pernis and Shell in general allows and provide for that. Check. 4. We werken samen. En hoe werkt het dan bij Shell? De samenwerking bij Shell gaat echt perfect. Omdat in Shell staan ze open voor horenden, voor slechthorenden, voor doven en voor mannen en voor vrouwen. Allerlei verschillen. Ook gehandicapten, maakt niet uit. En ze proberen het aan te passen aan elkaar. Zo de samenwerking binnen Shell.
En we kijken altijd naar hoe de problemen opgelost kunnen worden. Dus het gaat echt perfect. Check. 5. We leren van elkaar. Er zijn veel mensen hier die iets goed kunnen. Als je samenwerkt, leer je ook van elkaar. Zou je ook van je baas leren? Wie ben je en wat doe je? Ja, ik ben Lynn en ik ben Maintenance Supervisor Excellence. En ik heb een team van 22 mannen en vrouwen. En wat wij doen is, wij doen het werk voorbereiden voor het onderhoud van de onderhoudsorganisatie. En we doen het ook inplannen. En daarnaast doen we ook zorgen en calculeren dat wat we aan aannemers betalen, het niet te veel wordt. Wat leer je van de mensen die voor jou werken en wat leer jij hun? Meestal als je zegt, ik ben een baas, dan denk je van, nou, we geven orders uit en zeggen wat mensen moeten doen. Maar eigenlijk in mijn team werken we gewoon heel erg samen en ik leer heel veel van hun. Want sommige mensen die werken al 35 jaar voor Shell en ik pas 6 jaar. Dus zij weten veel meer over Pernis dan ik. En wat ik dan meebreng is misschien een plan en een visie van daar gaan we naartoe. Dus zij leggen uit hoe dingen kunnen en ik zeg, nou, waar gaan we naartoe? En samen bouwen we een plan op. En nog één. Check! 6. Geven elkaar complimenten. Jeetje, wat kun jij presteren? Dankjewel. Maar eigenlijk zou iedereen complimenten aan elkaar moeten geven. Vind je ook niet af? Nou, daar ben ik het helemaal mee eens. En bij Shell vinden we het ook heel erg belangrijk om elkaar complimentjes te geven. Want ja, vaak doe je een werk met een groot team. En als het dan heel goed gegaan is, dan vinden we het ook belangrijk om dat te belonen. En bij Shell zijn allerlei manieren om elkaar te belonen. En soms kun je daar wel een diner of een reisje mee krijgen. Omdat je gewoon ziet dat het herkend wordt door de rest van het bedrijf. En dat helpt, want dan gaan de mensen ook meer gemotiveerd naar hun werk. En dan gaat het gewoon beter met het bedrijf. Check, die hebben we. 7. We geven en krijgen de ruimte om onszelf te zijn. Dat vinden we belangrijk, omdat je dan op je best kan zijn. We stellen een paar vragen aan jullie. Wie ben je en wat doe je? Ik ben Ginny Flats en binnen Shell werk ik in een business support team waarbij wij support geven aan projecten en turnarounds. Krijg je de ruimte om jezelf te zijn en geef je anderen ook de ruimte om zichzelf te zijn? Ja, ik krijg sowieso de ruimte om mezelf te zijn binnen Shell, tenminste zo voel ik dat. En dat tegenwoordig net zoveel... Of net zo goed mannelijke als vrouwelijke lassers bijvoorbeeld zijn. En ja, dat wij daar als supportteam zoveel mogelijk rekening mee houden. En daarom dan ook zorgen voor goede faciliteiten voor de dames. Of als we bijvoorbeeld de mensen buiten extra willen trakteren omdat ze een klus goed en veilig hebben gedaan. Dan gaan we samen met de catering service, houden we rekening en kijken we naar hoe de teams zijn samengesteld. En houden we rekening met culturen en eetgewoontes. Dat gaat lekker. Check. 8. We hebben begrip voor elkaar. Begrip voor elkaar hebben is elkaars omstandigheden en thuissituaties snappen. Begrip hebben voor elkaar is belangrijk als je met elkaar wil samenwerken. Bijvoorbeeld, vorig jaar woonde ik in Kazachstan en daar in midden in de zomer is daar 40 graden. Als het midden in de Ramadan, dan mogen mensen overdag niks eten en niks drinken. Dan is het wel belangrijk om aan elkaar te denken en niet een blikje cola te gaan drinken waar zij bij staan. Dus als er iemand in jouw voetbalteam niet oplet of niet bij de tijd is, ja, dan kan je erop gaan schelden. Je kan ook even vragen wat er aan de hand is. En als nou net zijn ouders een scheiding liggen, dan moet de rest van het team gewoon een beetje harder lopen. Dat is hoe je met elkaar samen kan werken. Die vinken we af. Check! Dit was het laatste puntje op de checklist. Je kunt wel stellen dat Shell Pernis een oersterk team heeft. Wil je nou ook weten hoe sterk jouw team of klas is? Ga op onderzoek uit met de checklist. Clap along.